ze de acrobatiek met een gymnastische sprong maar beter combineren. Interessante bewegingen en houdingen. Hoe is dat nou toch mogelijk, meisje? Nou, meisje, madame is het, een mevrouw. En ze begint geweldig met die dubbelsalto gestrekt. Dus, en dan daarna de bewegingen, de acrobatiek, het vloeit in elkaar over. Hier die temposalto, weer temposalto, flikvlak en dan de drievoudige schroef. Hier had ze, als ze even uit balans is. Kijk, een klein stapje naar links. Maar goed, toen kwam nog die acrobatiek, maar die laatste, ze komt niet meer omhoog. Ze heeft onvoldoende hoogte. Kijk, en dan komt het, ja, dat is vreselijk, een puntaftrek. Maar je bent ook gelijk de waarde van het element kwijt. Dit is dus meer dan een puntaftrek. Rusland laat het hier liggen. Maar ze hebben wel een voorsprong van 5,5 punten op Roemenië. Dat moet ik er even bij zeggen. Dus het hoeft nog geen drama te betekenen. Maar het betekent wel dat ze kansloos zijn natuurlijk voor hem om Amerika van die gouden plek af te brengen. Goud is nu onmogelijk voor Rusland. Maar 5,5 punt voorsprong op Roemenië. Ja, ik weet het niet.